En welkom bij een nieuwe video hier op It's Ultrex. Ja, jullie hebben de titel inmiddels gezien. Een kleine korte mededeling. Dadelijk gaat de livestream beginnen. Ik ga dadelijk beginnen met Grand Theft Auto 5 met een nieuwe livestream. Zoals ik nu bijna elke dag doe door de week. Komt er vandaag ook weer een livestream op mijn kanaal. Maar voordat ik ga livestreamen, wil ik eerst even dit en het volgende mededelen. Ik ben weer teleurgesteld, jongens. Ik ben weer teleurgesteld. Waarom ben ik teleurgesteld? Ik ben teleurgesteld in bepaalde mensen. Ik ga niet met... het is nu inmiddels 8:55. Ik ga niet met geruchten komen. Ik ga met feiten komen. Aanstaande zaterdag zou de 12 uur stream zijn. Dit gaat helaas niet door. Omdat er te weinig deelnemers zijn. Toen wij, eigenlijk ik niet, maar Rob, toen Rob de campagne begon om een livestream te organiseren, waren er wel ongeveer 6-7 man die mee wouden doen en een heleboel kijkers. Ik heb toen gezegd tegen Rob van, joh Rob, wil jij het organiseren? Want ik begin er niet meer aan. Ik heb pas een paar weken terug de ravage gehad bij de mini-meeting in Arnhem. Die dus totaal helemaal compleet in het water gevallen is. Waar ik zelf ook te laat aanwezig was, maar waar gewoon niemand is opkomen dagen. Terwijl ik wel vier filmpjes, vijf aankondigingsvideo's en nog een heleboel rotzooi meer heb gepost om reclame te maken. Je moet toch wat organiseren. Je organiseert wat. Je steekt er toch tijd en moeite steek je erin. En dan is het nogal pijnlijk als je met een kater. Want de mini-meeting was gewoon een flop. Is gewoon een flop geworden. Nou, daar ben ik inmiddels wel overheen. Dus ik heb aan Rob gevraagd van, joh Rob, wil jij de organisatie op je nemen? Die jongen die heb voor aanstaande vrijdag een vrije dag genomen om alles te organiseren. Gaat toch wat organiseren en wat dingen aan vooraf wat georganiseerd moet worden om zo'n meeting te organiseren. Of zo'n 12 uur stream te organiseren. Dat heb hij gedaan. Hij heeft speciaal voor vrijdag vrijgenomen daarvoor. En het is nu woensdag. Drie dagen voor de grande finale. En ik noemde het op WhatsApp. Noemde ik het op het laatste moment hun keutel intrekken. Dat is dus nu weer gebeurd. Gisteren was al afvallen. Vandaag is Michael afgevallen. Joost was al afgevallen. En er waren nog een paar anderen die ook niet mee wouden doen. Dus de conclusie is dat voor zaterdag alleen Rob en ik er zijn. Nou, dat vind ik gewoon voor een stream, voor een livestream van 12 uur vind ik twee personen. Vind ik gewoon te weinig, dus ik heb het gecanceld.
Ja, er worden inmiddels worden er allemaal via WhatsApp groepen en zo worden er weer nieuwe datums aangemaakt. Ik heb in ieder geval, voordat de mensen weer begonnen met een nieuwe datum te prikken, heb ik via de WhatsApp groep medegedeeld dat ik niet meer meedoet aan livestreams, meetings en andere organisatorische toernooien of dingen of zo. Ik doe nergens voorlopig meer even aan mee. Ik heb mijn eigen even buitenspel gezet. En dat doe ik, heb ik zelf voor gekozen. En waarom heb ik daarvoor gekozen? Daar heb ik voor gekozen omdat na 2 fiasco's, ik ben er helemaal klaar mee. Ik was nogal behoorlijk boos. Ik ben niet boos geworden, gelukkig. Ik heb mijn eigen in kunnen houden. Ik heb het gewoon op een nette manier kunnen vertellen. Daar ben ik heel erg blij om. Ik ben ook heel erg blij dat ik het gewoon netjes heb afgehandeld. Zonder kwaad of agressief of te schelden of zo. Want daar koop je niks voor. Je moet toch met elkaar verder. Maar ik doe dus voorlopig niet meer mee aan de livestreams. Ik doe wel mee aan de livestreams, maar niet meer aan 12 uur of 24 uur streams. Daar stop ik mee. Dat is heel jammer, want ik had graag een keer een 12 en 24 uur stream willen doen. Maar met de groep die wij momenteel hebben en de verhoudingen, hoe het in, momenteel in de groep, in de soort beetje achtige vriendengroep ligt, blijkt dus dat het er misschien worden mensen boos nu, misschien niet. Maar mensen zijn niet te vertrouwen. Je kunt niet op mensen vertrouwen. Dat komt er eigenlijk op neer, eigenlijk. Mensen zijn niet te vertrouwen. Waarom zijn mensen niet te vertrouwen? Je kan er geen beroep op doen. Want op het laatste moment zeggen ze wat af. Organiseren is een hoop dingen van tevoren regelen. Je moet toch een aantal bepaalde dingen moet je regelen voordat je dus iets kan organiseren. En als dat allemaal georganiseerd is en mensen trekken dreigen terug en het gaat niet door, dan heb je gewoon een hoop dingen georganiseerd voor niks. En ik stop daarmee. Ik heb daar geen zin meer in. Ik heb de handdoek in de ring gegooid. Ik heb net een in de WhatsApp-groep van de PlayStation 4, we hebben een PlayStation 4 WhatsApp groep hebben wij, heb ik medegedeeld dat ik niet meer meedoet aan livestreams en aan 24 uur livestreams en organisatie dingen zoals toernooien, 12 uur, 24 uur streams en nog meer. Wat moet ik er eigenlijk nog meer over vertellen? Dit eigenlijk. Dat was eventjes hetgene wat ik dus wou melden. Dus bij deze ben ik dus nog wel op de GTA-streams te zien. Maar zal ik niet meer meedoen aan grote GTA-streams die georganiseerd worden door mensen. Ik ben vooral erg ontzettend boos en teleurgesteld, omdat wat ik net al vertelde, Rob had deze livestream, deze 12 uur stream georganiseerd. En ik ben vooral kwaad en nog ineens kwaad, meer vreselijk teleurgesteld. Omdat Rob die heb voor deze dag vrijgenomen, een vrijdag. En nu gaat het dus niet door. Dan kan die wel weer terug bij de baas komen en zeggen van joh, ik kom vrijdag toch werken. Dat is niet echt een probleem bij ons bedrijf. Maar het gaat me gewoon om het principe. Iemand neemt vrij. Iemand steekt tijd en energie om wat te organiseren. En dan gaat het niet door. En dan worden er
nogal dingen verteld van ja, maar ik heb ook duizenden dingen georganiseerd waar niet doorging. Ja, dat kan ze zijn, maar het is gewoon niet netjes. Ik vind het niet netjes als je je afspraken niet nakomt. Ik ben zelf iemand die altijd zijn afspraken wil nakomen. Maar het moet wel op een goede manier en in een goede harmonie moet het zijn. En als mensen op dat laatste moment hun keutel intrekken, zoals ik al eerder zei, dan ben ik er klaar mee. En één keer kan gebeuren, twee keer kan gebeuren. Maar nu zie ik gewoon dat dit gewoon elke keer gaat gebeuren. En daar pas ik voor. Dus bij deze trek ik mijn eigen terug uit het organisatie van dingen organiseren. Dat was eventjes de mededeling. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Ik hoop dat jullie het snappen. Verder heb ik eigenlijk niet veel meer te melden. Dus dit was het.